Hallo kleine griezeltjes allemaal. Welkom bij een heel bijzondere goocheltruc. Deze goocheltruc staat in het teken van Halloween. Deze goocheltruc is bijzonder gevaarlijk en mag je nooit, maar dan ook nooit, zelf thuis uitproberen. Ik ga voor deze goocheltruc gebruik maken van een spelletje kaarten en een beetje hulp van onze boze vuurgeest Zoltan. Om te beginnen neem ik natuurlijk het spelletje kaarten. En we gaan eerst en vooral alle kaarten even lekker flink door elkaar schudden. Als deze kaarten door elkaar zijn geschud, kan je deze kaarten natuurlijk nog meerdere keren door elkaar schudden. Dit kan je ook 1, 2, 3, 4, 5 of zelfs meerdere kaarten tegelijkertijd allemaal kriskras door elkaar te steken, nietwaar? Ja. Als alle kaarten flink door elkaar zijn geschud, gaan we 4 stapeltjes maken. 1, 2, 3, 4. Ook hier kunnen we kiezen. Als het lang mag duren, leggen we de kaarten 1 voor 1. Maar als het een beetje sneller moet gaan, leggen we meerdere kaarten tegelijkertijd op onze stapeltjes. Ik hou ervan om het lekker lang te maken, zodat het lekker spannend blijft voor iedereen. Dus ik leg de kaartjes 1 voor 1 op de stapeltjes. En als dit is gebeurd, dan hebben we 4 stapeltjes. 4 willekeurige stapeltjes met allemaal willekeurige kaarten. En als we dan de geest gaan bijhalen, we roepen er onze boze geest Zoltan bij. Oh Zoltan, geest van het vuur, laat ons jouw magische krachten zien. En als dan Zoltan zijn vuurgeest verspreidt rond onze kaarten, wat gebeurt er dan? Ja, dan krijgen wij op miraculeuze wijze de 4 bovenste kaarten. We worden alle 4 de 4 azen. Dit is alleen mogelijk met de hulp van de boze geest Zoltan. Ik wens jullie allemaal een heel vrolijke, maar vooral bijzonder griezelige Halloween.